Aanleiding voor de tentoonstelling is dat Mondriaan 100 jaar geleden deze tentoonstelling had, in 1914, in Den Haag. Wat we kunnen reconstrueren is dat kunstcriticus Bremmer hem aangeboden heeft om bij Willem Bouwrecht, een expositiezaal hier in Den Haag, een tentoonstelling te organiseren. En Mondriaan zat om geld verlegen, die wilde graag werk verkopen. En zo kon 25 juni de tentoonstelling aan het Smitsplein bij kunsthandel Bouwrecht opengaan. Het ging om 16 schilderijen, gemaakt in Parijs in de periode vanaf januari 1912 tot juni 1914. Het is een zeer interessante periode, omdat hij eigenlijk niet precies weet wat er gaat komen. Op het moment dat hij besluit naar Parijs te gaan in december 1911, is het eigenlijk zo dat hij wel weet dat hij een abstracte kunst wil gaan maken. Hij heeft ook wel een idee van welke kant dat uit moet gaan, maar het is echt een experiment. Hij weet totaal niet waar dat op uit zal gaan lopen. In de kleur waren er al vanaf 1908 allerlei veranderingen. En in de lijnvoering en de manier waarop de compositie gebouwd werd, was hij eigenlijk al vanaf 1903 heel erg naar het oppervlak, naar het vlak van het schilderij. Maar dat was wel voor Mondriaan een mogelijkheid om zowel lijn als kleur tot een soort extreem punt op te voeren. Ik denk dat hij in Parijs heel veel contact heeft gehad met andere kunstenaars. Veel meer dan dat we eigenlijk tot nu toe hebben aangenomen. Hij maakte kennis met Léger, hij maakte kennis met de groep rond Le Fauconnier. Picasso zou die ontmoet kunnen hebben. Hij had contact met verzamelaars, hij ontmoette daar ook critici. Dus hij zat eigenlijk midden in het culturele, artistieke, schilderkunstige web van wat er in Parijs gaande was. Hij ontwikkelt eigenlijk zijn eigen kunst verder. Wij noemen dat kubisme. Dit soort schilderijen worden gerekend tot de kubistische fase in het werk van Mondriaan. Maar eigenlijk is vanaf het allereerste begin al iets heel anders. Omdat wat Mondriaan doet, is dat hij de voorstelling uit elkaar schroeft. Lijnen trekt hij recht. Hij verbrokkelt ze, zoals je spaghetti in stukken kan breken voordat je het in de pan gooit. En vervolgens zet hij daar hele stellige kleuren tegenover. Die heel erg raar in contrast tegenover elkaar staan. Dus wit, oker en grijs, dat zijn kleuren die in helderheid heel dicht bij elkaar liggen. En daar kan hij mee experimenteren. Dat spel van die mogelijkheden, dat gaat hij onderzoeken. Iets helemaal nieuws vanuit het niks bedenken is natuurlijk ingewikkeld. En dat zie je ook dat hij dat dus niet doet. De vormentaal ligt wel aan tegen Braque en Picasso. Dus dat zijn ook de mensen met wie hij zich duidelijk gaat meten. Ook en te meer omdat met name Braque heel erg van de plasticiteit van de verfstreek is. En het gevoelige schilderen. En dat is wat Mondriaan zelf ook heel erg had. Van natuur. Gaat nog meer theoretisch nadenken over de mogelijkheden van de lijn, horizontale en verticale. Dat wordt al heel snel wordt dat een heel strak stramien. En de kleuren rood, geel, blauw en wit, grijs en zwart. En dat zijn dan de basisingrediënten voor een abstracte kunst. Achteraf denk je, ja, het zit hier al in, het hoeft eigenlijk alleen maar uit te kristalliseren. Maar zo is het niet in werkelijkheid gegaan natuurlijk. Elk schilderij is op zich weer een ontwikkeling, een fase in een ontwikkeling. En toen ik dit maakte, wist hij niet dat hij bij die abstracte schilderijen van 1918, 1920 uit kon komen. Ik denk dat hij als een van de weinige kunstenaars in staat is gebleken vanuit dit begin om iets heel radicaals en nieuws te maken. En wat niet alleen mooi en leuk is omdat het radicaal en nieuw is, maar wat vooral zo mooi is omdat het elke keer weer een openbaring is als je het ziet. Ik denk dat de tentoonstelling bij Bouwrecht een heel belangrijk moment markeert in het oeuvre van Mondriaan. Hij heeft dus 2 jaar lang in Parijs in afzondering, maar wel met voelhorentjes alle kanten uit, gewerkt aan die nieuwe kunst die hij wil gaan maken.
En vervolgens laat hij dat in Den Haag voor het eerst ook zien. In juli komt hij zijn tentoonstelling achterna. En dan breekt de Eerste Wereldoorlog uit. En zit hij vast in Nederland, kan niet meer terug. In 1919 gaat hij terug, op het moment dat de wapenstilstand getekend is en de treinen weer rijden. En dan blijft hij in Parijs tot 1938 en dan verhuist hij naar Londen en vandaar naar New York toe. Deze tentoonstelling bij Walrecht, eigenlijk had ik me nog niet zo bedacht. Nee, het is wel het moment dat Mondriaan loskomt van de rest van Nederland. En deel uit gaat maken van een internationaal veld. Achteraf gezien was het wel een van de Nederlanders die, of ja, een van de Nederlanders kun je zeggen, die de moderne tijd voor het eerst gestalte gaf. Ook in zijn houding. Echt een moderne Nederlander, veel moderner dan de meeste Nederlanders op dat moment. Zeker als je, zoals in dit geval, met een grote collectie bezig bent en dus heel veel schilderijen van dezelfde kunstenaar ziet, dan leer je toch een kunstenaar behoorlijk goed kennen. Uit mijn hoofd hebben we 158 schilderijen in de collectie, waarvan er 2 in permanent bruikleen zijn in New York. En de rest is hier in huis. We zijn in 2008 begonnen met een systematische inventarisatie van wat er met de schilderijen aan de hand is. En in 2009 zijn we begonnen met de praktische uitvoering om één voor één de schilderijen te behandelen. In dit geval ging het natuurlijk om een hele grote aantal schilderijen. En we hadden een bedrag gekregen van de Bank Giro Loterij en dat hebben we aan het Mondriaan project kunnen besteden. Dus dat was echt... anders hadden we dat ook echt niet kunnen doen. Tot na 1908, 1909 ongeveer werden zijn schilderijen nog gefinist. En daarna is hij overgegaan tot niet meer finissen. Dit schilderij is niet gefinist. Het is echt een ongefinist oppervlak. En als je, ik denk dat je dat... Als je met strijklicht kijkt, kun je wel een enorme variatie in glans zien. En dat is eigenlijk echt karakteristiek voor een schilderij wat niet gefinist is. Dat heeft echt te maken met het aandeel van bindmiddel in de verflaag. Je ziet in dit geval bijvoorbeeld de zwarte lijnen zijn op dit schilderij niet gefinist. Want ze zijn, als je het vergelijkt met de rest van het oppervlak, eerder mat. Dit schilderij was eigenlijk in een hele goede conditie. Er waren enkele partijen waar een klein beetje de verf los zat. Dus we hebben de verf weer vastgezet. En wat hier vooral het werk was, is het oppervlak te verwijderen. Dat is ook een beetje eng. Dat betekent natuurlijk in het ergste geval dat er echt een stukje van afvalt en originele verf verloren gaat. Vooronderzoek en technisch onderzoek zoals röntgenfoto's speelt natuurlijk wel een grote rol in ons werk. Dat kan je informatie geven over de dikte van de verflaag. Het kan je informatie geven over verandering in de compositie. Het geeft ook informatie over de drager, over de samenstelling van de grondering. Wat je bij röntgenfoto's vaak heel goed kunt zien is als er bijvoorbeeld een andere compositie schuil gaat onder de zichtbare compositie. Nou, bij dit schilderij is dat niet het geval. Dit is ook echt een schilderij wat heel mooi open geschilderd is. Dus de onderschildering is hier bijvoorbeeld heel mooi te zien. Dat zijn gewoon die bruine lijnen. Daarmee is echt de allereerste compositie opgezet. Je kunt een schilderij ineens heel anders gaan beleven. Dat was voor ons echt een ontdekking. Ik denk dat deze tentoonstelling juist in het gemeentemuseum in 2014 zo ongelooflijk op zijn plek is, omdat het een feest voor het oog is. Nu ze allemaal bij elkaar zijn, dat is zo fabelachtig mooi. En dat had ik ook voorzien, dus dat is de eerste reden. En de tweede reden is dat het zeer interessant is om al die werken nu eens een keer bij elkaar te hebben. Dat is eigenlijk nog nooit gebeurd, om te zien wat Mondriaan zelf eigenlijk in 1914 dacht over waar hij zelf stond. En je krijgt dus een heel mooi beeld van wat die kunstenaar zelf op dat moment het allerbeste vond van wat hij had.
dat is een nogal opmerkelijk gegeven natuurlijk. Dat een kunstenaar die in eerste instantie eigenlijk totaal niet gewaardeerd wordt, dan nu op een voetstuk wordt gezet. Die stap die zo'n kunstenaar maakt eigenlijk zo bijzonder is dat het in eerste instantie nauwelijks begrepen wordt. En dat is bij Mondriaan zeker het geval, want in 1920 werd hij inderdaad nauwelijks gezien, nauwelijks begrepen. Het was zelfs nog in 1950 zo. Ik denk dat het pas van de laatste 20 jaar is dat we langzaam maar zeker doorkrijgen wat die man precies gedaan heeft.